Geliefde kijkers en luisteraars, ik heet u van harte welkom in de naam van de Heer Jezus Christus. We weten allemaal dat Hij de Zoon is van de levende en waarachtige God. We weten dat Hij de afstraling is van Gods heerlijkheid en dat Hij de afdruk is van Gods wezen. We weten ook dat de Vader in Hem alle dingen geschapen heeft en dat nadat de Vader dat gedaan heeft, dat Hij gesproken heeft en het was er, heeft geboden en het stond er. Dus vandaar dat ook de Heer Jezus Christus schepper is, als de Vader van de Heer Jezus Christus is schepper. En in deze naam groet ik u, namens deze persoon groet ik u en heet ik u van harte welkom. En ik ben God dankbaar dat u deze tijd apart heeft gezet om naar zijn woord te luisteren, zodat zijn woord niet alleen werkzaam mag zijn in uw harten, maar zodat u ook het woord gaat gehoorzamen, gaat toepassen en de geest van God datgene wat hij in uw leven wil doen als gevolg van deze boodschap ook daadwerkelijk zal doen. Vanavond wil ik het hebben over behoed uw hart boven alles wat er te bewaren is. En dat heb ik gehaald uit Spreuken hoofdstuk 4 vers 23. Maar voordat ik in de boodschap ver voor u ga uitpluizen, wil ik u even terugbrengen naar de gelijkenis van de zaaier. We kunnen bijvoorbeeld, dat lezen we in onder andere Matthäus hoofdstuk 13, lezen we daar het gelijkenis dat de Heer Jezus Christus heeft gegeven aan zijn discipelen en aan de anderen die bij hen waren. Hij vertelde namelijk dat er een man was, een zaaier was, die het woord van God uitzaaide langs de weg. Hij zaaide het uit in steenachtige plaatsen, hij zaaide het deel van het zaad dat hij had zaaide uit in dorens en een ander deel zaaide uit in goede aarde. Dus langs de weg, steenachtige grond, goede aarde, maar ook in dorens. En wanneer u dit gedeelte zou bestuderen samen met wat er staat geschreven in Jesaja hoofdstuk 6 vers 9 en 10 of 8 en 9, Jesaja hoofdstuk 6 vers 8 en 9, dan gaat u al heel gauw doorhebben dat de Heer Jezus Christus met langs de weg gezaaid, langs de weg bedoelde eigenlijk een hartsconditie. Een hart van iemand die het woord van God niet kan verstaan. Als u ook verder zou gaan bestuderen, uitdiepen, dan ziet u dat de Heer Jezus Christus ook met dat hart, met goede aarde eigenlijk bedoelt, een hart dat vruchtbaar is. Een hart waarin, wanneer het woord van God is uitgezaaid, brengt het vrucht voort. Dat noem ik dan een vruchtbaar hart. Goede aarde, vruchtbaar hart. Waarom? Is omdat als bijvoorbeeld de persoon een boodschap ontvangt, het woord van God ontvangt over bijvoorbeeld vergeven, dan verandert dat hart in een vergevingsgezind hart en zo iemand zal altijd een ander vergeven. Als zo'n hart ontvangt het evangelie van de Heer Jezus Christus, bijvoorbeeld een zondaar, ontvangt zo'n hart, een vruchtbaar hart, een hart dat de Heer Jezus Christus noemt goede aarde, en de persoon hoort de boodschap van het evangelie van genade, het evangelie van het koninkrijk, het evangelie van de Heer Jezus Christus, dan weten we dat deze persoon zijn leven zal geven aan de Heer Jezus Christus, een volgeling zal worden van de Heer Jezus Christus. Dat is dan de vrucht die zo'n hart zal voortbrengen. En vanavond zal ik me voornamelijk focussen op de mensen die eerder een vruchtbaar hart hebben ontvangen van God. Ze hebben een vruchtbaar hart ontvangen van God en op die mensen gaat de boodschap zich vandaag richten. Vandaar ook behoed uw hart boven alles wat het te bewaren is. Dus dat vruchtbaar hart dat we hebben gekregen moeten we behoeden boven alles wat er te bewaren is. Want van daaruit komen de oorsprongen des levens, zegt Spreuken 4 vers 23. Alvorens ik dat verder ga, wil ik u even hieraan herinneren. In Ezechiël 36 vers 6 geeft God daaraan dat Hij degene is die ons een nieuw hart geeft. En dat nieuw hart noem ik een vruchtbaar hart. Dus toen we een zondaar waren, heeft de geest van de levende God ons een vruchtbaar hart gegeven. Hij heeft dat hart van steen eruit verwijderd en heeft ons een vruchtbaar hart gegeven, heeft ons een nieuw hart gegeven. Een gelovige in de Heer Jezus Christus is dan bij u gekomen, heeft dan het woord uitgezaaid in uw hart, heeft het evangelie van de Heer Jezus Christus uitgezaaid in uw hart. En u bent tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. Als gevolg daarvan vond er een wedergeboorte plaats. Wedergeboorte. En als het goed is, kort daarna heeft de Heer Jezus Christus u dan gedoopt met de Heilige Geest en met vuur. En dat betekent, dat wil zeggen dat Hij uw geest, uw wederom geboren geest, samen met uw hart gedoopt heeft met de Heilige Geest en met vuur. Dus dat hart, dat nieuw hart dat u heeft ontvangen, had ontvangen, en waarin het woord van God, het evangelie, was uitgezaaid met als gevolg dat u tot geloof kwam in de Heer Jezus Christus, is dus gedoopt geworden met de Heilige Geest en met vuur is het gedoopt geworden.
En nu is het onze taak, uw verantwoordelijk, onze verantwoordelijkheid om dat hart te behoeden boven alles wat er te bewaren is. Dus de Heilige Geest heeft u dat nieuw hart gegeven. Een persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus heeft het onvergankelijk zaad, zoals Petrus dat noemt, uitgezaaid in uw hart. Het is een vrucht voortgebracht. U heeft zich bekeerd van het zondig leven. U heeft zich bekeerd tot God. En de Heer Jezus Christus, die de doper is met de Heilige Geest en met vuur, heeft dat hart gedoopt in de Heilige Geest en met vuur. En nu is het uw verantwoordelijkheid en mijn verantwoordelijkheid om dat hart, dat nieuwe hart, dat vruchtbare hart, te behoeden boven alles wat er te bewaren is. En de vraag is natuurlijk van hoe doen we dat? Hoe behoeden we ons hart boven alles wat er te bewaren is? Wel, het is belangrijk dat u dit ook goed begrijpt, doorheeft. Behalve de persoon van de Heilige Geest die een persoon is, leert de Bijbel ons dat er meerdere geesten zijn. Paulus zegt bijvoorbeeld in 2 Korinthe, Colossense hoofdstuk 2, praat Paulus over wereldgeesten. Geesten die in deze wereld actief zijn. Wereldgeesten. En een ander gedeelte van de Bijbel, dan kunt u bijvoorbeeld, en dan lees je bijvoorbeeld over een geest van jaloersheid. U leest over een geest van vrees. U leest over een geest van ontucht, bijvoorbeeld in Hosea. We lezen over onreine geesten. En zo zijn er ook meerdere geesten. Geesten als van verbittering, geesten van veroordeling, geesten van aanstoot en ergernis, geesten van irritatie en wrevel. Die zijn allemaal in deze wereld en ze zijn allemaal actief in deze wereld. Naast de persoon van de Heilige Geest, de Geest van Christus. En datgene, de rol die de Geest van God vervult, is de Heilige Geest wil datgene wat hij heeft ontdekt in het woord, in het hart van de Vader, want hij doorzoekt de diepten Gods, zegt Paulus ons. Hij doorzoekt ze om ze met ons te delen. Dus hij wil eigenlijk datgene wat hij uit de Vader haalt, wil hij met ons delen. En dat doet hij in onze harten. Dus hij wil onze harten voeden met datgene wat hij van de Vader heeft ontvangen, wat hij in het binnenste van de Vader heeft ontdekt, daarmee wil hij onze harten voeden. En wanneer hij onze harten daarmee voedt, dan bewaren we onze harten en dan behoeden wij onze harten boven alles wat er te bewaren is. Want het woord van de levende waarachtige God werkt zoveel goeds in ons uit. En later ga ik iets meer daarover vertellen, maar werkt zoveel goeds in ons uit dat het eigenlijk bewaard wordt. Het blijft leven. Het blijft levend, zoals we dat zouden kunnen zeggen. Maar wanneer we de andere geesten uit deze wereld de ruimte geven om onze harten te voeden, dan gaat er iets misgaan met onze harten. En ze verlangen ernaar om dat te doen. Een geest van vrees bijvoorbeeld verlangt ernaar om onze harten te voeden met woorden die vrees gaan voortbrengen in ons. Een geest van ontucht verlangt ernaar om onze harten te voeden met woorden die ontucht zullen voortbrengen in onze harten. Hij verlangt ernaar, zo'n geest verlangt ernaar. En zo kunnen we door blijven gaan met de verschillende geesten in deze wereld, die niks anders verlangen dan onze harten te voeden. Dus het is kostbaar, het is noodzakelijk dat u en ik ervoor waken dat deze geesten die niet uit Christus zijn, dat ze onze harten gaan voeden met hun voedsel. We moeten ervoor waken. We moeten ervoor zorgen dat uitsluitende geest van God onze harten voedt met voedsel. Met het woord Gods. En ook nog met het water uit de beek van God. Want Psalmist zegt in Psalm 65:10, de beek Gods is vol met water. En als de beek Gods vol is met water, dan wil de Heilige Geest niks anders doen dan ons hart ook vochtig maken met het water des levens. Zodat wanneer het woord van God in onze harten terechtkomt, dat het ook terstond zijn vrucht zal voortbrengen. En nu heb je, na dit gezegd te hebben, dan gaat u beseffen dat er drie groepen gelovigen zijn. Drie groepen mensen die ooit eens een vruchtbaar hart hebben ontvangen van de Heilige Geest. En die ooit eens de doop met de Heilige Geest hebben ervaren. Je hebt de ene groep mensen die hun harten voornamelijk of uitsluitend voedt met voedsel dat komt uit de mond van de Geest van God. En dat is de groep die eigenlijk ervoor zorgt dat het hart eigenlijk gezond blijft. Dat het hart gezond blijft, waardoor ze ook op een manier functioneren die God behaagt. Maar heb je de andere groep, die eigenlijk zo nu en dan, zo af en toe, als ze er zin in hebben,
en hun hart voeden met datgene wat uit de mond des Heren uitgaat. Datgene waarmee de Geest van God onze harten wil voeden. Die maaltijd die God elke dag voor ons klaargemaakt heeft. En hij nodigt ons uit om het te nuttigen. Ja, mensen die zo af en toe gaan ze aan tafel met de Heer zitten. Omdat de maaltijd die hij voor ze bereid heeft om te nuttigen. En dat is natuurlijk geen goede zaak. Omdat we op die manier eigenlijk een belediging naar God toe. Als een vader een maaltijd heeft gemaakt voor zijn kinderen. Hij nodigt zijn kinderen uit. Kom maaltijd met me houden. En je gaat niet in op die uitnodiging. Geen enkele vader gaat dat prettig vinden. Geen enkele vader. Ook uw hemelse vader niet. Maar goed, helaas zijn er mensen die ooit eens een vruchtbaarheid hebben ontvangen, die zich schuldig daaraan maken. En ik zou je oproepen, als u een van ze bent, om je heel gauw daarvan te bekeren, want het behaagt God helemaal niet. Maar wat u moet vasthouden, is als u zich niet voedt met voedsel dat komt uit de mond van de Geest van God, dan gaat een andere geest uit deze wereld uw hart voeden. Uw hart zal altijd gevoed worden. En u bepaalt hoe uw hart gaat voeden. Gaat het de geest van God zijn of gaat het een geest uit deze wereld zijn? Als de geest van God niet de ruimte krijgt om je hart te voeden, dan gaan die andere geesten uit de wereld, geesten van veroordeling, van irritatie en wrevel, noem maar op, die gaan uw hart voeden. Die gaan het voeden, ja. En dan gaat uw hart, de conditie van uw hart gaat veranderen. Gaat veranderen. En dan heb je een andere groep die eigenlijk dit doet. In de ochtenduren als ze opstaan, voeden ze hun hart met het woord van God. Ze voeden met het woord van God. Ze nemen tijd. Maar door de dag heen mediteren ze niet over het woord. Door de dag heen spreken ze niet over overeenkomstig het woord. Door de dag heen herkouwen ze dat woord van God niet. Ze herkouwen het niet. Dus ze laten het zo blauw. Maar wat ze dan wel doen, is door die andere geesten, die werken via de media, verschillende media's die we hebben, die werken ook via mensen. En soms komen ze gewoon voor ons staan en achter ons staan en naast ons staan. En dan bombarderen ze ons met allerlei gedachten. Dat doen ze ook, dat doen ze. Je moet het alleen maar doorhebben wanneer ze daarmee bezig zijn. En dan voeden ze zich door de hele dag heen, voeden ze zich met dit voedsel. En dit is een levensgevaarlijk ding. En dan ga ik je uitleggen waarom. Want wanneer wij ons laten voeden door geesten uit deze wereld, zij van veroordeling, van kritiek, van aanstoot en ergernis, van vrees voor de toekomst, wat dat ook. Ja, toch? En ze voeden ons, wat dan gaat er namelijk gebeuren? Dat voedsel dat ze gezet hebben in ons hart, dat zaad dat ze hebben uitgezaaid in onze harten, die gaat ook zijn vrucht voortbrengen. En dat zijn die dorens waarover de Heer Jezus Christus heeft in het gelijkenis van de zaaier. Ze brengen dorens voor. Ze brengen het voort. En wat is het door ons hebben voortgebracht in onze harten? En de geest van God gaat nu komen om het woord Gods uit te zaaien. Dan gaat het woord verstikken. En dan gaat het woord geen vrucht voortbrengen. En het is heel gemakkelijk om na te gaan of het woord van God werkelijk vrucht voortbrengt in onze harten. Het is heel makkelijk om na te gaan. Laat me een voorbeeld nemen. Als u een goede Bijbelstudie heeft gevolgd over doe de wapenrusting Gods aan. Dan heeft de leraar u waarschijnlijk uitverteld wat de wapenrusting Gods is, hoe je dat moet aandoen, hoe je zich moet verzetten tegen de verleidingen van de vijand, tegen de strategieën van de vijand. En als dat woord dan in uw hart terecht is gekomen, u heeft het verstaan, u heeft het geloofd, dan gaat u het ook praktiseren. Dan gaat u de wapenrusting aandoen, dan gaat u zich verzetten tegen de strategie en de verleidingen van de vijand en u gaat zien dat u succes boekt. Dat is dan een vrucht die het voortbrengt. Als je een studie heeft gevolgd over wandel door de geest en de persoon heeft je geleerd wat wandel in de geest inhoudt, hoe je moet leven door de geest van God, dan staat er een belofte, dan zult gij niet voldoen aan de begeerte van die vlees. Dus als je dat woord heeft gehoord, heeft het verstaan, u praktiseert het, u doet overeenkomstig dat woord, dan gaat u zien is van dat die zondige lusten en begeerten, die door de zonde in uw vlees worden opgewekt, door de zonde in uw tong worden opgewekt, door de zonde in uw ogen worden opgewekt, of in uw handen of in uw voeten, dat eigenlijk die zondes, die lusten gaan sterven. U gaat daar minder last van krijgen. Dat is dan het resultaat. Dat is dan vrucht. Dus als u wil weten of uw hart nog steeds vruchtbaar is, let wel, ooit eens heeft u een vruchtbaar hart ontvangen, maar nu is de vraag, is het nog steeds vruchtbaar?
Of zit het vol met dorens? Als het vruchtbaar is, dan kun je dat checken. In het afgelopen jaar, hoeveel Bijbelstudies heeft hij gevolgd? Of hoeveel predikingen heeft hij geluisterd? Of hoeveel artikelen, christelijk heeft hij gelezen? En de vraag is, hebben ze hun vrucht voortgebracht in uw leven? Als het antwoord is ja, het woord Gods waarmee ik me de afgelopen half jaar heb gevoed, begin van dit jaar heb gevoed, heeft ze vrucht voortgebracht. Dat wil zeggen dat hart is nog steeds vruchtbaar. Nog steeds vruchtbaar. Maar als u wel geluisterd heeft naar het woord van God, u wel het woord van God dat heeft genomen en het heeft geen vrucht voortgebracht, dan moet je even zeggen van, oh. Ja toch? Wat dat betekent is van, dat het brengt geen vrucht voort. Dat wil zeggen, het is niet in goede aarde terechtgekomen. Het is waarschijnlijk terechtgekomen in dorens die dat woord hebben verstikt, waardoor het zijn vrucht niet heeft voortgebracht. En dat wil God eigenlijk helemaal niet hebben. God stuurt zijn woord. Hij confronteert ons met zijn woord, zodat dat woord in onze harten terechtkomen, werkzaam is in onze harten. We gaan het geloven, we gaan het verstaan en het gaat zijn heerlijke vruchten voortbrengen in ons leven. Dat wil God hebben. Een van de dingen die God doet als hij heerlijke vruchten, als hij bepaalde vruchten wil zien in ons leven. Een van de dingen die hij doet, hij brengt zijn woord door zijn geest voor ons. Dat is wat hij doet. En als het geen vrucht voortbrengt, dan moet je je zorgen maken. Want dat betekent van, de conditie van uw hart is veranderd. Is veranderd. Er zijn waarschijnlijk van die dorens, zijn gaan groeien in uw hart, die zodra het woord van God erin komt, het verstikt. Een andere manier waarop je heel makkelijk ook kunt nagaan of dat hart nog steeds vruchtbaar is dit. Wanneer de Heilige Geest het woord van God in uw hart uitzaait en u verstaat dat woord is werkzaam is in uw harten, dan gaat u merken is dat u steeds meer gaat hongeren. U gaat naar meer van het woord hongeren. Het is hetzelfde als u ergens bijvoorbeeld een heerlijke pom heeft gekocht. Ergens een heerlijke pom heeft besteld en heeft ervan genoten. Die zegt van, zo'n lekkere pom heb ik nooit gegeten. Het eerste wat u doet wanneer u weer een extra 100 SAD heeft, is gaan, ik moet weer een stukje van die pom hebben. Ik ga het bestellen en ik ga het weer halen. En zo is het ook geestelijk. Wanneer u van dat woord is in het hart gekomen, heeft ervan genoten, dan wil u steeds meer van dat woord hebben. Dan wilt u dat de geest van God u blijft voeden met dat woord dat uit zijn mond uitgaat. Dat is het. Maar als u merkt van, mijn honger naar Gods woord is afgenomen, is niet toegenomen. Dat is een hele zorgwekkende indicatie van, is een hele zorgwekkende situatie. Is een indicatie van, dat vruchtbaar hart niet langer meer vruchtbaar is. En David zei bijvoorbeeld in Psalm 119, vers 47, zegt David, is van, ik verlustig me in het gebod des Heren. En hij zegt ook daar, ik heb het woord van God lief. En dat kan alleen maar wanneer dat woord van God, dat hart binnenkomt, en dat hart is vruchtbaar. De geest van God maakt het vochtig met het water des levens. Dat hart brengt zijn vrucht voor. Dan geniet je van dat woord. Je verlustig je in dat woord. Je wil niks anders doen dan overeenkomstig dat woord lezen. Een leven. Je wil meer van dat woord hebben. Je houdt van dat woord. En als dat niet is toegenomen, maar eerder is afgenomen of helemaal dood is, dan is er iets gebeurd met dat vruchtbaar hart die je ooit eens van de geest van God heeft ontvangen. Een derde check die u kunt doen. Ik heb u drie checks gegeven. De eerste is van, dat woord dat u in de lauwe zeggen de afgelopen jaar heeft gehoord, heeft het zijn vrucht voortgebracht, ja of nee? Geen vrucht voortgebracht, zorgwekkende situatie. Is er een grotere honger naar Gods woord? Grotere honger? Neemt het toe? Neemt het steeds weer toe? Neemt u liefde voor het woord van God toe? Verlustig in het woord van God? Neem dat toe? Dan betekent dat de conditie van uw hart goed is. Is dat niet het geval, dan is de conditie van uw hart zorgwekkend. Zorgwekkend. Een andere check is dit. Dat woord komt uit de mond van de geest van God. En u geniet ervan, u houdt ervan. Het resultaat daarvan zal ook zijn, is dat er ook een verlangen zal komen naar de persoon van de Heilige Geest. Waarom? Is omdat hij een persoon is die u met heerlijk voedsel voedt.
Dus je verlangt steeds weer ernaar om in de nabijheid van de persoon van de Geest van God te komen, zodat hij u kan voeden met heerlijk voedsel. U verlangt er naar in zijn nabijheid te komen om gemeenschap met hem te hebben. Is net zoals in een natuurlijke wereld, waar je iemand hebt leren kennen en het is prettig om in de nabijheid van die persoon te zijn. En elke keer weer, wanneer je met die persoon bent, je babbelt met elkaar, je voelt je opgebouwd, gezegend. Je voelt van, hé, was aan die persoon, er is iets heerlijks met me gebeurd. Dan wil je weer in die persoon zijn nabijheid zijn. Je wil niet in de nabijheid zijn van mensen die eigenlijk meer, wat is dat ding, verwonden of vol negatieve dingen zitten. Je wil in de nabijheid zijn van mensen daarmee poweren. Bij die mensen wil die zijn. En zo zal het ook zijn. Je zal steeds meer verlangen om in de nabijheid van de persoon van de Heilige Geest te zijn. Je zal steeds verlangen om op zijn schoot te gaan zitten. Om ergens stil te zitten met je Bijbel of met een goed christelijk boek of artikel. Om uitnodigen van, praat met me, have fellowship met me. En dat zijn indicaties van, dat het hart nog steeds gezond is. Het hart leeft nog steeds. Het hart heeft geen herleving nodig. Wat doen we? Wat doen we wanneer we merken is van dat het hart niet meer functioneert zoals het behoort te functioneren. Niet meer functioneert zoals in het begin, nadat het was, nadat je dat nieuw hart had ontvangen. Dat hart was gedoopt met de Heilige Geest en met vuur en er was een honger naar God, er was een honger naar zijn woord. Maar nu is dat helemaal weggeëbd, omdat u de wereldgeesten van bezorgdheid, van geldzucht en hebzucht, en noem maar op, de gelegenheid heeft te geven om je hart te voeden met van alles en nog wat. Ja toch? En daardoor zijn de dorens ontstaan en die verstikken het woord van God nu, waardoor de honger naar Gods woord, de honger naar het woord dat uit de mond van de Geest van God komt, is gaan sterven. Ja toch? Uw liefde voor de Geest van God, uw verlangen om in zijn nabijheid te zijn, is gaan sterven. Is gewoon steeds minder en minder totdat het helemaal dood is. U mist hem helemaal niet meer. Als u niet in zijn nabijheid bent, wat moet er dan gebeuren? Heel simpel. De Geest van God vragen om u te vergeven dat u zich heeft laten voeden met voedsel die niet uit zijn mond is uitgegaan. Vragen om hem te vergeven. Het tweede wat u moet doen, is vragen van de Heilige Geest van God. Wilt u al die dorens uit mijn hart verwijderen? Wilt u ze verwijderen? Wilt u ze verwijderen? Wilt u ze echt met wortel en al, wilt u ze helemaal uit mijn binnenste verwijderen? En hij gaat dat met heel veel plezier doen. Met heel veel plezier gaat hij dat doen. Ik heb de vraag, geef me een compleet nieuw hart. Geef me dat nieuw hart dat hij me ooit eens heeft gegeven. Haal die troep allemaal eruit. En dan gaat hij dat doen. En het derde wat hij moet doen, hij moet natuurlijk ervoor zorgen dat hij nu dat hart gaat voeden met gezond voedsel. Dat hart dat het hart doet leven. Dat voedsel dat het hart doet leven. Gezond maakt, sterk maakt. En als gevolg daarvan u tot een gelovige maakt die God wil dat hij moet zijn. Ik wil hiermee afronden. Ik ga het afronden met het heel kort samen te vatten. Ik spreek speciaal voor ik richt me speciaal voor de mensen die ooit deze vruchtbaar hart hebben ontvangen. U was een zondaar, de Heilige Geest had u een nieuw hart gegeven. U hebt dat woord van God toen gehoord, het evangelie gehoord, tot geloof gekomen in Jezus Christus, met hem gaan volgen. Heeft u dan gedoopt met de Heilige Geest en met vuur. En heeft u dan de verantwoordelijkheid gegeven om uw hart te behoeden boven alles wat er te bewaren is. In het begin is het geluk. Maar gaandeweg de race, gaandeweg de wedloop, heeft u eigenlijk andere geesten uit deze wereld de gelegenheid gegeven om uw hart te voeden met ongezond voedsel. Als gevolg daarvan zijn de dorens gaan groeien in uw hart. En als Gods woord nu naar binnen komt, dan wordt het woord van God verstikt. Met als gevolg dat u de afgelopen maanden, jaren misschien, Gods woord geen enkel vrucht heeft voortgebracht in uw leven. U heeft zoveel boodschappen gehoord, maar geen van ze heeft vrucht voortgebracht in uw leven. En u kunt dat zelf beoordelen. En ik weet dat er mensen naar me luisteren voor wie dit geldt. Omdat dit de reden is waarom God me die boodschap heeft gegeven. Omdat hij zich de mensen die eigenlijk dorens, eigenlijk de vijand hebben toegestaan, om dorens voort te brengen in hun harten. Om die mensen hun harten weer gezond te maken. Hij wil die harten weer gezond maken. En dat is niet moeilijk. Teruggaan naar de persoon van de Heilige Geest. Vraag om u te vergeven.
Vraag om die doornen weg te halen en u dagelijks te voeden met de maaltijd des Heren. Elke dag heeft de Vader een maaltijd klaar voor al zijn kinderen. Elke dag. Elke dag heeft de heerlijke maaltijd klaar. Het is aan de kinderen of ze aan de tafel des Heren gaan zitten en maaltijd met hun vader gaan houden. Het is aan de kinderen. U bepaalt dat zelf. Maar elke dag heeft hij een maaltijd voor u en ik klaar. En u zou je bemoedigen om elke dag weer opnieuw bij de vader te gaan, aan zijn tafel te zitten en te eten wat hij klaargemaakt heeft voor u en te drinken wat hij klaargemaakt heeft voor u. Ik hoop dat u deze boodschap heeft gehoord met uw geestelijke oren, verstaan heeft met uw hart en als het van u of van toepassing is dat u het gaat praktiseren. Maar het is ook om, het geeft u ook inzicht hoe u kunt bidden voor uw medegelovigen. Geeft u ook inzicht om hoe u kunt bidden voor uw medegelovigen, zodat de geest van God in elk een van ons, elk een van ons. En ik geloof dat we ons allemaal in meer of mindere mate hieraan schuldig hebben gemaakt. Ik heb me schuldig daaraan gemaakt, anders zou ik deze boodschap niet hebben gebracht. Hij heeft ook mij duidelijk gemaakt is van, je hebt bepaalde zaadjes toegelaten in haar, ze hebben doorns voortgebracht en het moet eruit. En de meeste van ons, ik denk iedereen van ons, heeft zich in meer of mindere mate hieraan schuldig gemaakt en heeft een check-up nodig en heeft nodig dat die doorns eruit zal gaan. Laat me afsluiten, sta me toe om af te sluiten met een gebed voor u. Hemelse Vader, we zijn u dankbaar dat u dit woord tot ons gezonden heeft. We zijn u dankbaar dat u dit heeft gedaan, niet om ons te veroordelen, maar omdat u ons lief heeft, o God. U heeft dit gedaan omdat u als liefdevolle Vader onze harten wilt zuiveren, onze harten wilt louteren, onze harten wil volkomen, wil gezond maken, zodat ze weer volkomen naar u uit zullen gaan en zullen hongeren naar datgene wat gezond is voor onze geest, voor onze ziel en voor onze lichamen. En we zijn u daarvoor dankbaar, Hemelse Vader, in de naam van uw Zoon Jezus Christus. En elke geest van God, ik wil u vragen in de naam van de Heer Jezus Christus, om iedereen die dit woord, naar dit woord hoort, naar dit woord luistert, om elk een van hun te bedienen, op een bijzondere manier te bedienen, zodat alle harten weer gezond gemaakt zullen worden. En ik vraag u dit in Jezus' naam. In het bijzonder bid ik ook voor de ongelovigen. De ongelovigen, en de familieleden van de luisteraars, of eventueel ongelovigen die nu luisteren. Ik wil u vragen of u ze ook een nieuw en vruchtbaar hart wilt geven. En u wilt inspireren om hun leven volkomen te geven aan de Heer Jezus Christus. Ik vraag u dit in Jezus' naam. Amen. Geliefde, God zegen u. En tot de volgende keer. Oké, vijand, God.